Welkom bij het tweede deel van Studio TV Oost. Cato is nog steeds onze centrale gast en ondertussen is ook docent David Vergouwen er komen bijzitten. Want morgen dan kan je naar het cultureel centrum van de Lokeren om er een workshop te volgen over kunst. En dat allemaal onder de titel Dat kan ik ook. En dat is inderdaad iets wat we heel vaak horen als het over kunst gaat, hè David? Dat kan je inderdaad wel zeggen. Het is niet de eerste keer dat ik zo'n uiteenzetting geef. En vroeger deed ik altijd zo'n soort van historisch overzicht van stromingen en de onvermijdelijke ismen. Maar uiteindelijk kom je toch altijd bij diezelfde vraag terecht, diezelfde vragen waar je uiteindelijk ook hetzelfde antwoord op geeft. En dat kan ik ook, is eigenlijk een van de meest gestelde vragen en opmerkingen. Als ze inderdaad zo'n kunstwerk zien, dan denken ze van, ah, ik kan ook wel. Kan jij trouwens kunstdingen doen? Of? Ik kan een poging doen, maar ik ga me niet vergelijken met de kunstenaars. Geen kunstenaar, maar wel piano spelen, dat is toch ook wel weer zo'n kunst? Dat kan je wel. Ja, dat kan. Ja. Dus, zij is ook al een beetje een kunstenares, dus dat kan zij al. Het klopt dus niet. De populaire misverstanden die er bestaan over kunst kloppen dus niet. Wel, dat is te zeggen, het is nogal moeilijk als je naar een kunstvoorwerp kijkt en meestal is dat iets dat kinderlijk eenvoudig in elkaar zit of zeer eenvoudig gevonden is. Soms alleen maar een voorwerp dat uit zijn context gehaald is en men doet alsof dat kunst is. En dan heeft men zoiets van, dat kan ik ook. Of de al even smakelijke variant, dat kan mijn kleine ook. Hè. Maar dat is eigenlijk een soort van manifeste zelfonderschatting. Juist omdat men dan ervan uitgaat dat alleen een kunstenaar, die misschien een zicht heeft op een hogere en een betere wereld, zoiets kan maken. En dat is eigenlijk een soort van misverstand eigenlijk. Dus je moet eigenlijk vooral wijzen op het feit dat een kunstwerk meer is dan het object waar je naar kijkt. Dus er is over nagedacht, er is over... Dat mag je toch verwachten bij goede kunstwerken. Pas op, het is niet omdat een werk kunst is, dat het daarom per se goed is. Hè. Dus er bestaat ook zoiets als slechte kunst. Ja, hoe bepaal je dan of iets kunst is? Wel, wat kunst is, is natuurlijk zo'n dooddoener. Hè. Dat vraagt men altijd en overal. En mensen zoals ik, die vragen zich af, ja, moeten daar telkens opnieuw op ingaan. Maar dat is inderdaad een zeer terechte vraag. Want als ik nu een cursus zou geven over wijn, dan wordt er verondersteld van mij dat ik uitleg wat wijn is en hoe je het kan onderscheiden van whisky. Hè. Maar waar het om gaat is, kunst is een soort van sociale constructie. Dus kunst is wat wij kunst noemen en hoe wij als goedgemeente, als maatschappij of als cultuur daarover nadenken. En zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iets wat wij vandaag kunst noemen, dat binnen 100 jaar onder een andere categorie wordt geplaatst. Zoals het ook twijfelachtig is dat die Egyptenaren die allerlei zaken daar gingen schilderen in die piramide zichzelf echt als kunstenaar zagen. Dus het is nogal een historisch transitief begrip als je wilt. Het is in elke maatschappij en in elke cultuur is dat eigenlijk iets anders. Ja. Jan Hoed zei hier ooit in deze sofa dat een kunstwerk één keer het in een museum belandt, dat het dan echt beschouwd mag worden als kunst. Ben je daarmee akkoord dan? Ik begrijp wel het punt waar hij naartoe wil. Het is te zeggen, eens het in een museum staat, wordt het inderdaad beschouwd als zijnde een kunstwerk en is het als het ware gecanoniseerd enzovoort. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het kunstwerk daar dan een beetje gestockeerd wordt of een soort van doodsterft, omdat het eigenlijk niet meer maatschappelijk relevant is op dat ogenblik. Maar dan kan je eigenlijk die metafoor verder gebruikend ook nog zeggen dat het ook een tweede dood kan sterven. Want zoals kunst historisch transitief is, hè, dan is smaak en wat wij mooi vinden en goed vinden, is dat eigenlijk ook. Met als gevolg dat zaken die 300 jaar geleden je van Hut waren, state of the art, nu zo'n beetje in reserves van collecties terechtgekomen zijn en zo wat weggemoffeld worden. En zaken die wij vandaag als fantastisch beschouwen, misschien binnen 200 jaar zal die maatschappij daar anders over oordelen en zeggen van dat trok toch eigenlijk ook niet veel. Hè. Ja, dus soms overleeft het allemaal de tijd, de tand des tijds niet. Cato, ga jij soms eens naar zo'n museum als je zo een vrije dag hebt? Ik doe dat wel af en toe, ja. Ik doe dat wel graag. Ik vind dat leuk om rond te kijken. En, heb je er al een oog voor ontwikkeld ondertussen ook? Als je zo dingen ziet dat je denkt van dat of dat? Dat denk ik niet, maar ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dus, en kan het zelfs inspirerend werken ook? Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het zal wel bij sommige mensen wel tot inspiratie leiden. Ja, dus blijven gaan naar die muziek. Voilà. Het gaat wel eens inspirerend werken. David, ik merk aan jou dat jij echt wel moeite doet om het uit te leggen. Dat kunst echt wel beste smaken is. Ben je dan zo de andere tak van binnen de kunstwereld? Want je hebt enerzijds de tak die zoiets heeft van we leggen het niet uit aan het volk. Ben jij dan die andere tak? Of? Wel, ik denk dat elke kunstenaar wel wil begrepen worden. En
Dat is trouwens ook waarom ik telkens opnieuw diezelfde soort van lezing die ik nu al zoveel keer heb gedaan, telkens opnieuw geef. Omdat ik er echt van uitga, dat is mijn heilige overtuiging, dat er heel veel mensen zijn die oprecht wel geïnteresseerd zouden zijn met liefde met moderne en hedendaagse kunst zouden omgaan. Ze hebben er angst voor soms. Waar het niet dat het inderdaad zo moeilijk is. Hè? Waar het niet dat je niet weet eigenlijk waar je moet beginnen. En dat is waar die cursus, die ik dus geef in het kader van Amarante, eigenlijk een antwoord op biedt van oké, stel ik ben geïnteresseerd, ik wil het wel eens horen. Hoe begin ik daaraan? Wat moet mijn basisattitude zijn om dat ergens te beginnen begrijpen? Ja, en ook basisbegrippen, zoals abstracte en conceptuele kunst. Ik zie nu mensen thuis al denken van oei, hij is vertrokken. Wat is abstracte kunst? Wat is conceptuele kunst? In wezen is dat eigenlijk allemaal bijzonder eenvoudig. Dus die begrippen zijn gemaakt om de zaken ergens helderder te maken, niet om ze ingewikkelder te maken. En abstracte kunst is heel eenvoudig kunst die een vorm heeft die niet aan een object, zoals wij dat kennen, in werkelijkheid gebonden is. Als je bijvoorbeeld Cézanne een glas ziet schilderen, dan is dat heel duidelijk aan de fysieke vorm herkenbaar als zijnde een glas. Een niet-objectgebonden kunstenaar, dus een abstracte kunstenaar, dat is iemand die vormen maakt die niet corresponderen met vormen zoals wij die in de realiteit kunnen waarnemen. Het is een beetje bovenwerkelijk. En conceptuele kunst dan, wat is dat? Conceptuele kunst is eigenlijk een soort van kunst waarbij de essentie eigenlijk niet zozeer ligt in het object zelf, in de materie zelfs niet. Dat is nodig om een bepaald punt te kunnen maken, maar het is niet de essentie. Hè. Conceptuele kunst legt eigenlijk de nadruk meer op de ideeënwereld, de boodschap, de geesteswereld die erachter zit. En daar heb je ontzettend veel verscheidenheid in. Ja, en jouw workshop heet Dat kan ik ook. En dat wordt vaak ook gezegd de volgende man, of toch een van zijn werken, namelijk Picasso met Les Demoiselles. Waarbij mensen denken van, dat is een kind die dat getekend heeft. Kijk naar die neuzen van die vrouwen. Dat haal ik er toch uit, want anders zou het ook niet Les Demoiselles heten natuurlijk. met die grote ogen. Het is precies een kind die dit getekend heeft, hoor ik sommige mensen zeggen. Wel, in zekere zin hebben ze ook gelijk, omdat Picasso heeft op een bepaald moment beweerd, ik heb toen hij naar kindertekeningen keek, van mensen die 6-7 jaar oud waren, dan zei hij van verdorie, ik heb er tientallen jaren over gedaan om te leren tekenen zoals die kinderen. Nu, waarom doet hij dat wel? Het is niet dat Picasso dat niet anders kan natuurlijk. Hij kon die neus ook wel recht getekend hebben als hij dat wilde. Want hij was in staat om echt, bij wijze van spreken, te schilderen zoals een Rubens of zo? Absoluut wel. Hij zelf vergeleek zichzelf, als ik het goed herinner, met Raphaël. Hij heeft eigenlijk nooit getekend in de stijl van Raphaël, daar gaat het nu niet om. Maar hij kon wel zeer knap grafisch werk maken. En dat is heel goed te zien in sommige van zijn werken die hij als adolescent al maakt. Maar waar het om gaat is dat hij op een bepaald moment ervoor kiest om bewust op een andere manier te gaan werken. Een werk dat meer uitdrukkingsgericht is, meer expressief is en op die manier ook verwijst naar buiten-Europese kunst, etnische kunst van die maskers uit Afrika enzovoort. En eigenlijk ook voor een stuk kindertekening die hem zeker later na de oorlog hebben geïnspireerd. Ja. Cato, het is boeiend als je dit zo doet. Ja, nee, ik vind het heel interessant. Zo, je moet hem eens meenemen als je nog eens naar een museum gaat of zo. Is het leuker om dit te horen, zo die uitleg die erbij hoort? Is het niet fijner zo? Ik vind dat wel leuk. Ik vind alle twee wel leuk. Ik vind het ook leuk om gewoon in een museum rond te wandelen en zelf te gaan ontdekken. Maar ik vind het ook wel leuk om eens een uitleg te horen. Voilà, en we gaan er nog eentje horen bij het volgende werk, namelijk van Duchamp, namelijk De Urinoir. En dat klinkt toch wel heel bijzonder. We gaan eens kijken. Ja, inderdaad. Denken veel mensen dan. Ik vijs mijn urinoir thuis of op café gewoon los. Ik schrijf er mijn naam op, 1917, en het is van dat. Inderdaad wel, maar je ziet ook wel dat kunstwerk is eigenlijk ook al zeer oud. Dus dat is kunst van straks 100 jaar geleden en toch, mensen hebben er nog altijd wat problemen mee. Dat roept wel wat weerstand op. Nu, Marcel Duchamp, zijn werk hier, dus dat heet eigenlijk Fontein, is een soort van ironische naam die hij daaraan gegeven heeft. Maar dat is uitgeroepen in 2003 tot het meest invloedrijke kunstwerk van de 20e eeuw. Waarbij niet gezegd is, dus dat is in een Britse krant, die Independent, gebeurd. Waarbij niet gezegd is van kijk, het is het mooiste werk of het knapste werk of het beste werk, het is het meest invloedrijke werk. Omdat daar kan je eigenlijk zeggen dat is een scharniermoment in de westerse kunst. Het einde van die Eerste Wereldoorlog en plots dat nihilisme ook in de kunst dat naar voren komt. Waarbij Duchamp eigenlijk een van de meest cruciale vragen stelt die men zich in de 20e eeuwse kunst heeft afgevraagd. En dat is van wanneer is iets eigenlijk kunst? Als ik hier zo'n urinoir, en je moet dat ook altijd zeggen dat verkeerd staat eigenlijk. Hè? Want je kan daar dus niet in plassen. Hè. Hij plaatst het op een zeer ongewone manier. Hè. En dat is, kijk, voilà, dus de
dames moeten daar altijd wat op gewezen worden, omdat dat nogal een oneigen benadering is. Hè. Maar hij neemt eigenlijk een dagelijks gebruiksvoorwerp. Hij haalt dat uit die context van het banale, het vulgaire, en hij plaatst dat op een sokkel, hij signeert dat en hij vraagt zich af, voilà, als ik nu een kunstenaar ben, ik plaats dit op een sokkel en ik signeer dat, zal dit aanvaard worden als kunstwerk? En eigenlijk, dat is het kunstwerk. Niet zozeer dat object dat je daar gezien hebt. Ja. Dus dat... ze zijn er zelf ook mee bezig van, wat is kunst? Kunstenaars dagen zichzelf ook wel uit. Zeer zelfkritisch. En, zeer zelfkritisch, we hebben zelfs ook nog Jeff Koons, met dan iets waarvan ik dacht van, dit heb ik ooit zelfs nog bij mijn grootmoeder gezien. Ja. Niet dat ze zo'n grote Michael Jackson-fan was, juist, maar wel heel hard kitsch, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Dat was trouwens ook de commentaar toen Nederland, het Stedelijk Museum in Amsterdam, ooit eens een werk van Jeff Koons kocht, Ushering into Banality. Dit is nu Michael Jackson met bubbles. Maar dan vroeg men zich ook af, van, ja, kijk, zo'n postuurtje staat toch bij mijn grootmoeder ook op de schouw. Hè. En dat klopt ook wel, het is heel erg kitsch. Hè. Maar het punt dat Jeff Koons dan weer maakt is, in welke mate is kunst commercieel en in welke mate kan dat niet commercieel genoemd worden. Bijvoorbeeld, hij heeft dat werk laten maken. Hij heeft die voorstelling uit een foto van een magazine gehaald, heeft dat opgestuurd naar een firma ergens in Venetië. En die mannen factureren hem 50.000 of zoiets dollar. En hij zegt, ja, maar je moet het niet bij mij afzetten. Zet het maar af bij Sotheby. Vervolgens haalt het daar een prijs van, wat was het, 5,6 miljoen dollar. Lekker. Dan kan je al eens een postuurje beginnen maken. Ja. Maar dan is de vraag, heeft hij nu bedrogen of niet? En Jeff Koons' punt is, kunst kan verkocht worden. Hij heeft dus absoluut geen schaamte. Hij was trouwens ook, heeft een opleiding gehad als broker op Wall Street. Er is absoluut geen schaamte over. Zalig. En dat komen we dus allemaal te weten tijdens die workshop. Dat kan ik ook. Komt allemaal aan bod. Ja, komt allemaal aan bod. Morgen dus in het cultureel centrum van Lokeren. Dat is juist. Hoe zit het allemaal een beetje concreet? Wel, wij werken daar samen met het cultureel centrum van Lokeren en ook Vorming Plus. En dat wordt eigenlijk ook ingericht door mijn werkgever, dat is Amarant. Amarant is een gespecialiseerde vormingsinstelling die zich toelegt op kunst en cultuur, maar toch wel zeer hard inzet op 20e eeuwse kunst, moderne en hedendaagse kunst. Ja, en meer informatie vinden we op? Op de website van Amarant, dus dat is www.amarant.be. Ik ben zeker dat je heel wat mensen geprikkeld hebt, dus blijf dat doen. Dankjewel. Dat is goed. Dankjewel David voor je komst. Naar